Of Jamila de mannen ook mist, is nog maar de vraag. Ze houden haar in ieder geval niet van haar werk af, waardoor ze lekker op schema loopt. Mensen willen vaak een grote eettafel om lekker met familie en vrienden te kunnen tafelen. De grootte van zo'n tafel zorgt dan wel eens voor weinig loopruimte. Maar daar heeft Jamila een tip voor. Het is een L-vormige ruimte waarbij de eethoek in het smalle gedeelte is geplaatst. En daardoor was die doorloop heel erg smal. Daarom heb ik de eethoek een kwartslag gedraaid en ik heb een eetkamerbankje neergezet. En dat bespaart heel veel ruimte. Waar je bij een stoel nog de ruimte moet hebben om helemaal naar achter te kunnen schuiven, is dat bij een bank niet het geval, want daar schuif je gewoon tussen. En voor de mensen die denken dat een eetkamerbank niet praktisch is, omdat je niet dicht genoeg bij de tafel zit, deze heeft wieltjes, dus je kan zo aanschuiven. Dus dat is ook meteen opgelost. Om voor een eenheid te zorgen heb ik de bank en alle stoelen in dezelfde stof laten stofferen. En het is een warme grijze tint die heel zacht aanvoelt. En om voor een modern tintje te zorgen, heb ik een strakke eettafel uitgezocht, waarbij het hout echt voor die warmte zorgt. Naast de twee banken die al tot het interieur behoorden, voegt Jamila nog een extra zitplek toe met een fauteuil. Alleen nog de nieuwe vloer erin, dan is het interieur ook weer echt compleet. Na 15 jaar kon het wel echt een opknapbeurt gebruiken. En door die dominante kleuren, dat hele donkere taupe op de wand en de roze accenten in het schilderij, ben je toch geneigd om in dat kleurenpalet te blijven. Terwijl als je met neutrale tinten werkt, wat ik nu heb gedaan, kun je veel makkelijker switchen door de tijd heen. Ik hoop dat ik vandaag genoeg tips heb gegeven om zelf met je interieur aan de slag te gaan. En ik ben nu al benieuwd hoe het bij Ivo is gegaan.